Het kan nog een lange tijd duren voor lokale partijen zonder connectie met Den Haag subsidie ontvangen. De kwestie speelt al langere tijd, maar minister Ollongren stelt het besluit om lokale partijen financieel bij te staan wederom uit. Gerard Worm van Kernachtig Druten is teleurgesteld. Moet het zo lang gaan duren? Moet het nu echt zo lang gaan duren? Dus ik ben wel teleurgesteld wat dat betreft. Worm legt uit dat de kwaliteit, onafhankelijkheid en gelijkheid van lokale partijen afhangen van het subsidiebesluit. Daarbij legt hij zelf de nadruk op de kwaliteit van de lokale politiek, die lastig gewaarborgd kan worden zonder financiële steun uit Den Haag. Het gaat niet over hoe je het nu op dit moment doet, het gaat erover hoe wil je het in de toekomst doen. En dat betekent ook die grotere, zwaardere verantwoordelijkheden die een gemeente krijgt, die wil je zo goed mogelijk opgelost hebben. En daarom is het belangrijk dat de politieke partijen en zeker ook de lokale partijen landelijk, of in ieder geval ook landelijk ondersteund worden, waardoor ze kunnen groeien in kwaliteit. Paul Eigenhuizen van voornijmegen.nu valt vooral over de huidige ongelijkheid tussen de landelijke en regionale partijen. Hij noemt het uitstel van het besluit belachelijk. Dus ik vind als je dan subsidie geeft, dan moet je of iedereen subsidie geven of niemand. Twan van Bronckhorst van Kernachtig Wiegen vindt het uitstel ook een vreemde gang van zaken. Vreemd. Wij proberen onze eigen broek en we kunnen prima onze eigen broek ophouden. En dan zouden de andere lokale partijen die dan vaak roepen van wij zijn onafhankelijk en we lopen niet aan de Haagse leiband rond zoals wij het wel eens benoemen, zouden dat ook moeten doen. Kernachtig Wiegen wil echter vooral de onafhankelijkheid bewaren. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt natuurlijk. En wij proberen daar, als het al zal komen, ik verwacht dat op korte termijn dat daar geen beweging in zal zitten. Dan moeten wij nog goed nadenken of we überhaupt wel gebruik van gaan maken.